boek van aan leerlingen van klas 5 Grieks. Dit is dus de bespreking van de apologie van Socrates, geschreven door Plato. Het stuk dat jullie besproken hebben in de les. En nou, het stukje dat jullie vertaald hebben en besproken en waar de toets over gaat, is afkomstig uit de eerste van de drie redevoeringen van Socrates die opgenomen zijn in het boek van Plato, de Apologie. En dat is de eerste verdedigingsrede, wanneer dus als het ware, nou niet als het ware, wanneer het vonnis nog niet uitgesproken is. De tweede redevoering is nadat dus Socrates schuldig gevonden wordt en hij onderhandelt als het ware en over de straf die hij zal krijgen. En de derde is nadat de doodvonnis eigenlijk uitgesproken is. Van die laatste reden hebben de leerlingen die Latijn hebben een stukje gelezen, geciteerd, vertaald door Cicero in de Tusculanae Disputationes. Dus als je beide talen hebt, komt dit heel mooi bij elkaar. En hier zie je een van de vele schilderijen die gemaakt zijn van de apologie van Socrates. Socrates is in het midden herkenbaar, heeft dat een heel typerend gezicht. En dat is hier wel weer opnieuw geschilderd, als het ware. Dit schilderij is niet van de Griekse tijd, uiteraard, is van veel later. En dan geeft ook een klein beetje dus het idee van hoe dat dan toe ging, namelijk met heel veel mensen eromheen. En ook wel, nou ja, allerlei mensen die op de achtergrond lawaai konden maken, boe roepen of wat dan ook. En dat komt goed uit, omdat het inderdaad, de tekst begint met een oproep. De tekst die jullie vertaald hebben, begint hier met een oproep van Socrates om stil en rustig te blijven en te luisteren naar wat hij gaat vertellen. En de tekst begint met een imperativus, toch bijten, imperativus praesens. Hier staat een ontkenning mee, de keer gebruikt alleen voor imperativus, conjunctivus, optativus, maar nooit voor indicativus. En een vocativus erachter, dus Atheense mannen, maak geen lawaai. En maar, dus een tegenstelling met het eerste, niet lawaai maken, maar. En mijnate, ook weer een imperativus, maar dan aoristes van het werkwoord en meno, afgeleid van meno, die je waarschijnlijk wel kent. Dat is een pseudo-Sigmarisch aoristes. Houd, en dat alsjeblieft is waarschijnlijk de vertaling van mooi, namelijk een dativus ethicus. Houd voor mij alsjeblieft dus aan. En dan hier is een relatieve met een gesloten antecedent. Houd je aan de dingen die ik gevraagd heb van jullie. Aan jullie heb gevraagd, zou je ook kunnen vertalen. Nou, dit is de eerste persoon. Enkelvoud, indicativus aoristes passief. Dat het indicativus sia nagment, dat aoristes passief aan de theta eta. En een werkwoord heeft verschillende betekenissen. Werkwoord deo, maar als je kijkt in je woordenboek, heb ik hier toevallig open voor me. Dan staat inderdaad dat medium passief vertalen iets van iemand verlangen of verzoeken. En vaak met twee genitivi of een accusativus en een genitivus. En dat zien we inderdaad hier, de genitivus van wie je dus iets vraagt. Hou je aan de dingen die ik gevraagd heb. Wat zijn dat? Dat komt hier uitgewerkt in de zin die hier volgt. En daar staan er twee infinitivi, torubijn en akouijn. En die vormen een antithese, want ze staan tegenover elkaar. Niet lawaai maken, maar te luisteren. En hier heb je vier een relatieve met een gesloten antecedent. Dus niet lawaai maken bij de dingen die en aan lego. Dat leidt dat lego op een indicativus. Maar de aanwezigheid van an doet je vermoeden dat hier iets anders is. En het is inderdaad een conjunctivus. Conjunctivus, daar kan je meestal een verlengde tussenklinker. Alleen bij de eerste persoon enkelvoud, dat kun je niet zien. Want de uitgang omega is ook voor indicativus. Want dit is een eerste persoon enkelvoud, conjunctivus, presens, actief van het werkwoord lego. En dat gaat met an en verklaar het gebruik. Dat is natuurlijk een futuralis. En dat zie je ook aan de vertaling, hè, de dingen die ik jullie zal vertellen. Dus maak een lawaai, maar goed luisteren. En hier is helaas de vertaling weggevallen. Want, zoals ik denk. Onezense zullen jullie je verheugen, zullen jullie plezier hebben als jullie luisteren, luisterend. Nou, dit is een
Indicativus futurum, logisch, omdat we hier al een futuralis hebben gehad, dan kun je het verwachten. En acu omtes, nou dat is een participium presens. We gaan verder met de tekst. Oh, daar is het laatste stukje tekst. Mooi. Laatste stukje vertaling. Jullie zullen ervan profiteren door te luisteren. We gaan door. Even kijken of er dan de hele vertaling verschijnt. Ja. Want, dus hier komt een uitleg van waarom zij zullen profijt hebben, zullen genieten van wat hij gaat zeggen. Mello, dat is ik sta op het punt of ik zal, kun je vertalen. Dus, atta, kai alla atta, ook enige andere dingen, humin aan jullie, dat zijn de Atheners, en Irijn is de infinitivus futurum van Lego. Lego, dat dat heel onregelmatig is, weet je, want Aurissus is eipen. Maar de futurum ook heeft een andere stam. Dus hier is het dubbel op het futurum, zou je kunnen zeggen, want Mello heeft al een element. En Irijn ook. Maar dat is vrij gebruikelijk achter Mello een infinitivus futurum te plaatsen. Want ik zal dus ook enig andere dingen aan jullie vertellen. Evois, daar, dit is een betrekkelijk voornaamwoord, een relativum. Het antecedent is uiteraard de enige andere dingen. Waarbij jullie, dat zit in de Boeresse, misschien, en hier zit het werkwoord, dus de infinitivus futurum van het werkwoord boaal, lawaai zullen maken. Nou, dat is een synoniem van wat we al gezien hebben. Het verschil is dat boao is ook een onomatopee of een klanknabootsing, want je hoort als het ware bij boao het soort boer roepen en lawaai maken. Maar, ondanks het feit dus dat jullie aanleiding hebben bij wat ik vertel om lawaai te maken, zegt hij, maar oyete medamos tuto, doe dit, namelijk lawaai maken, volstrekt niet medamos. Weer gevormd met dat me, dat de ontkenning is van de modi die niet indicatief zijn. Want, waarom moet je dus geen lawaai maken? Iste, dat is de gebiedende wijs van oida. Oida officieel is het perfectum van horao, maar dus zien. Maar oida als perfectum betekent weten, resultatief. Ik heb het gezien, dus ik weet het. En hier is het gebiedende wijs van. Dus weet goed. Ean. Nou, dit is ei. Dus als. Samengesmolten met dat an. En dat gaat altijd met een conjunctivus. En dat zie je hier dus heel mooi. Met de verlengde tussenklinker. En dat is nog steeds een futuralis. Dus als jullie mij zullen doden, zullen ter dood veroordelen, zou je ook kunnen vertalen. Mij, letterlijk zijnde, zodanig als ik zeg, als ik bewier. En hier wordt vrij vertaling, of participium kun je natuurlijk altijd met een woordelijke bijzin vertalen, terwijl ik zo ben als ik het zeg. Blapsete, zullen jullie beschadigen, dat is een indicativus futurum. Niet mij meer dan jullie zelf. Autos, wanneer het congrueert met een andere vorm, vertaal je al zelf. Nou, dus de redenering van Socrates hier van mij de dood veroordelen of mij een vonnis opleggen, want de doodstraf zit er wel een beetje in de lucht vanaf het begin, maar het is op dit moment nog niet helemaal helder. Maar in ieder geval dat een grotere schade is voor jullie zelf dan voor mij. Want hij zegt als ik ben zoals ik ben. Namelijk een rechtvaardige persoon. Oké.
Hier is layout ook weer een beetje gek geworden. Maar goed, we gaan het denk ik is wel nog te lezen. Want, hier gaat de redenering dus door. Mij, an, met een optativus in dit geval, aoristes, dat zie je aan de iota tussen de stam en de uitgang. En een optativus met an is altijd potentialis, want mij in het geheel niet zou kunnen beschadigen, zou kwaad kunnen doen, nog meletos, nog anitos. En dat zijn twee van de hoofdaanklagers van Socrates in dit proces. Want het zou niet kunnen. Dat zou hij niet kunnen. En dat hij is de ene of de andere. En wordt hier wat vrij vertaald met dat zou niet mogelijk zijn. Hier weer an met optativus en dus een potentialis. Want ik denk niet dat het mogelijk is, infinitivum sat fulli bij denken. Met denk ik, en hier staat als uitleg door de wil van een god. Het is dus een goddelijke wet voor een betere mens, amainon, dat is de comparatieve zin van de verschillende comparatieven van agathos, goed, voor een betere man, door een slechtere, door een mindere. Uiteraard voor aan andros man beschadigd te worden. Dit is een infinitivus praesens medium met passieve waarde van hetzelfde werkwoord blapto dat we ook hier al hebben gehad. Dat betekent ja, beschadigen of onrechtvaardig behandeld worden in dit context. Hier legt hij dus uit wat hem aan een rechtvaardige man aangedaan kan worden door een mindere man. En dan heeft hij hier driemaal een optativus potentialis. Dat zie je, de optativus herken je aan de iota ertussen. Nou, het is driemaal een optativus aoristes. Hier zie je het heel duidelijk, elaus en sigmatis aoristes. Dit is een pseudo-sigmatis aoristes, valt het iets minder op. Maar als drie woorden dus naast elkaar staan, met of, nou dan zijn het vaak gelijkwaardige tekstelementen, dus de tijd is dan vaak hetzelfde. An zit erbij, het zit samengesmolten zoals vaak met an gebeurt met mentoi hier. Dus hij zou hem, dus de onrechtvaardige, de mindere man bij de betere man, hij zou hem kunnen doden. Of verbannen, of ja, atimaal betekent de timae wegnemen, en dat is de eer, maar in dit geval gaat het om de burgerrechten, dus een modern vertaald zou je kunnen zeggen, een paspoort kunnen afpakken. En dat zijn dus drie elementen naast elkaar, en dat vormt een stijlfiguur dat we nu een tricolon noemen. Maar hij, en dat is degene die dat allemaal doet, beschouwt deze dingen en ook iemand anders en ook een ander samen met hij, wel misschien Isos, als megala kaka, als grote slechte dingen, als een grote kwaden. Het feit dat je leven of je vaderland en ook misschien je burgerrechten moet inleveren. Maar de, ik denk dit niet. Ik deel deze mening niet. Maar veel meer, vul aan, zoals hier staat in de vertaling, beschouw ik als een grote kwaad te doen. H via relatieve met ingesloten antecedent. De dingen die deze
nu doet. Namelijk, wat doet hij? Onrechtvaardig proberen te doden een man die wel rechtvaardig is. En dit is een infinitivus presens met een aanvulling van een infinitivus aoristus. Ga naar het volgende. Nu dus, mannen van Athene, Atheense mannen, vocatives. Deo in dit geval betekent met een infinitieve aanvulling zoiets als ik heb er geen behoefte aan, of wordt hier vertaald wil zeker niet. Ik wil zeker niet. Olu. Een apologie uitspreken, hè? Dus een verdediging uitspreken, mezelf verdedigen in eigen belang, ter wille van mijzelf. Zoals iemand an oiotovir en optativus potentialis met an, zoals iemand zou kunnen denken, maar in jullie belang, hyper humon, ter wille van jullie. Mee, opdat examarete, dat is weer een conjunctivus, en met mee is uiteraard dus nu finalis, opdat jullie niet zondigen, die accusativus van betrekking of respectus in enig opzicht, die je vertaalt in enig opzicht, tegen ten dozin, het geschenk voor jullie, aan jullie, van de God. En hier zit een klein beetje, ja, nou, ik zou kunnen zeggen, een vorm van ironie van Socrates. Hij gaat verder dan door zeggen dat hij is een godsgeschenk voor de stad. En dan gaat hij ook uitleggen waarom. Door jullie dus zondigen, jullie een fout maken, katapsefizamenoi, dat zie je meteen dat dit een participium is, en het congrueert met het onderwerpje van, dus jullie, door mij veroordelend, want het werkwoord gaat met genitivus, mij veroordeeld hebbend eigenlijk, want het is uiteraard, dat zie je meteen, een participium aoristus, dus voortijdig. Omdat jullie niet zondigen, een fout maken door mij te veroordelen tegen de gave die God aan jullie heeft gegeven. Want, staat hier. En dan is er een uitleg waarom het een zonde is om hem ter dood te veroordelen. En dat zie je hier, ean. Ean, an, weer, dus het gaat hier in dit geval met een conjunctivus. En het is een conjunctivus futuralis. Want als jullie mij zullen doden, zullen kun je ook in de vertaling soms weglaten, maar goed, altijd beter om futuralis met futurum te vertalen. En dat zie ik ook, omdat hier een futurum staat, ook in de opzin. Jullie zullen vinden, van heurisco, futurum, niet gemakkelijk een andere zodanig, een andere zoals ik, zo iemand anders vinden. En dat die, dat moet je dus halen uit het participium dat hieronder staat in de vertaling. En eerst deze zin, ook al is het werkelijk, het stien in ellips, belachelijk om het te zeggen, of lachwekkend om het te zeggen. En dat slaat terug op het, nou ja, het beeld dat hij dus oproept, een vergelijking die hij oproept. Toegewezen zijn de voorliggend letterlijk dus participium
medium, inquisitivus, congruëert met dat iemand anders, toegewezen aan de stad door de god, zoals aan een paard. En de stad wordt dus vergeleken met een paard. Weliswaar, dat halen wij uit dat men, megaloi kai genaioi, groot en edel. Maar, nos teteroi, dat is een comparatieve, maar er zit geen tweede element van vergelijking. Dus je vertaalt hem nogal vrij traag door zijn grootte. Want de stad is groot en dus is traag en heeft dus wat aansporing nodig, om het zo te zeggen. En deomenoi, behoeftig zijnde, nou dat congruëert uiteraard met het paard nog steeds. Egeretsai, infinitivus medium van egero. En passief vertaald hier dus met gewekt worden door een of andere horsel. Nou, een horsel, dat is in het Nederlands de gewone benaming inderdaad van insecten die steken. Ook al is het biologisch niet correct, want een horsel is eigenlijk in de biologische klassificatie niet een steekinsect. Maar je zou het ook kunnen vertalen, aanduiden kunnen als een wesp. Dus een steekinsect. En dat is natuurlijk een vergelijking voor Socrates zelf, hè, zoals het hier staat. We gaan het zien ook in het volgende stukje van de tekst. Hier gaat hij door dus met de vergelijking in de tekst en zegt een zodanige, als iemand dus met een soort gelijke aard wordt hier vertaald, lijkt mij, dokei mooi, de God mij aan de stad prostetekenai heeft toegewezen, lijkt te hebben toegewezen, want dit is een infinitivus perfectum, dat merk je aan de perfectum verdubbeling die hier staat. Dus hier wat vrij vertaal, heeft de God mij aan de stad toegewezen. En hier is grammaticaal wat ingewikkelder, dus nemen we gewoon de vertaling die daaronder staat. Waarschijnlijk zijn er allerlei aanwijzingen in jullie boekje daarover. In een hoedanigheid waarin eigenlijk iemand zodanig, maar vervolgens krijg je een betrekkelijke bijzin met de eerste persoon. Vandaar dat het hier de vertaling volgt dat hier staat, waarin ik, dat is de vertaling dus van dat hoos en dat ik haal ik dat power mij, niet stop, niet ophoud, invulling met participium naar power mij, dus stoppen en drie participia heb je hier van de drie dingen die dus Socrates doet, wakker maken, wekken, overtuigen, en berispen. Nou, dus een vermaning geven en een terechtwijzing geven. En ieder afzonderlijk. En ik hoef niet te zeggen dat dit is een tricolor, de drie participia naast elkaar. En hier gaat hij door met zijn vergelijking met een horsel, met een insect, want hij zegt neerstrijkend, terwijl ik neerstrijk, de hele dag, overal. Dus te passen en oppassen en overal gaat hij het gesprek met de mensen aan, ten einde ze wakker te maken voor de waarheid en ze te overtuigen en ook wel te berispen wanneer zij dus niet helder denken. Een zodanig iemand anders, ander iemand, zal iemand die zo is, zou je vrij kunnen vertalen, zal niet gemakkelijk voor jullie verschijnen
O mannen, mannen van Athene. Maar, ean weer met conjunctivus futuralis, maar als jullie mij zullen geloven, jullie zullen mij sparen. Vijzigste futurum weer. Dus de argumentatie is hier van, ik ben vrij uniek, iemand zoals ik vind je niet meer, dus spaar mijn leven en veroordeel mij niet ter dood. Jullie? Misschien. En dat an hier gaat met het participium, maar eigenlijk is omdat het allemaal afgeleid is van de optatieve dat hier staat, dat met an gaat en dat is weer een potentialis. Dus de participia's hebben hier deze en deze, hebben de waarde van een potentialis. Hè? Jullie zouden misschien, en dan eer vertaal ik eerst mij, gemakkelijk kunnen doden. Optatiefus, dat herken je aan de iota en dat aan de alfa zie je dat het een aoristus is, een thematisch aoristus. En hier staat, jullie ergerend, hè, omdat jullie je eigen zouden ergeren, hè, zoals de, en hier zijn een gesubstantieerd participium met een participium conjunctum erbij, dus dat is zoals de wakker gemaakt zijnde, degene die worden wakker gemaakt, terwijl zij half slapend zijn. Jullie zouden dus mij gemakkelijk kunnen doden, zoals iemand die, nou ja, nog half in slaap is en ineens plotseling wakker geworden wordt, wakker gemaakt wordt door het steken van een insect in dit geval. Cruzantes een klap gegeven hebbend aan me, gehoorzamend aan Anitos. Nou, Anitos is een van de aanklagers, dus is degene die hem een klap geeft. En vervolgens, weer nog steeds dat aan potentiaal is, zouden jullie kunnen de rest van het leven doorbrengen, het leven afronden, slapend participium. Dat congrueert dus met het onderwerp van diatheloïde, dus jullie. Als de God, tenminste, aan jullie niet zou sturen, weer optatieve potentiaal is, iemand anders aan jullie, iemand anders zou sturen, bezorgd zijnde, dus uit bezorgdheid wordt hier vertaald, en dat participium congrueert met de God, om jullie. En hier zegt Socrates, dat ik, nou, tunkano own, dat is het werkwoord tunkano, gaat vaak met participium, en dat betekent, dan moet je vertalen participium met als hoofdwerkwoord en dit als een bijwoord, nou vaak toevallig, in dit geval beter misschien inderdaad. Dus dat ik inderdaad zodanig ben, zoiets ben, als welk door God aan de stad gegeven, dat is infinitivus perfectum medium, maar je kunt het beter vrij vertalen met als een geschenk van de God aan de staat, an katanoezaite, weer een optativus, de iota zie je hier, met an potentialis en aoristes, zouden jullie uit het volgende kunnen begrijpen, en verwijs naar wat de redenering die nu komt. En hier legt u dus uit waarom mij een geschenk is voor de stad. Goddelijk geschikt zelfs. Want het lijkt, eoike, niet op een menselijk, op iets menselijks.
En hier kijk je een constructie dat je wel vaker hebt in het Grieks, een gesubstantiveerd infinitivus, waarin een soort ACI-constructie staat. Eme is hier dus dan de A van dat ACI, en telkens heb je dan de infinitivie, en wordt vaak vertaald met het feit dat ik, en dan vervolgens de infinitivie als een persoonsvorm, dat doen we dus nu ook. Het feit dat ik. Enerzijds en anderzijds komt uit het men en de. Enerzijds. Al mijn apanton emotu, al de dingen van mezelf, al mijn zaken heb verwaarloosd. En dat ik zoveel jaren tosauta ette al verdraag. Ton okeion, dat mijn eigen belangen, mijn eigen huiselijke belangen, mijn eigen financiën ook, zou je daarbij kunnen bedenken. Amelumenon, nou dat is het participium medium met passieve waarde, dus worden verwaarloosd. En anderzijds, dat ik, ja, altijd handel in jullie belang, altijd jullie belang behartig. Nou, ik zorg niet voor mezelf, ik doe alles voor de anderen, daarom ben ik een godsgeschenk. En het volgende stukje, en prosionta, dat congruert nog steeds met dat eme, dus dat ik. Prosionta, de stam is iota, dus is eibigaan, een participium, accusatief is mannelijk enkelvoud. Afgaand op ieder persoonlijk, zoals een vader of een oudere broer. Wat doe ik? Ga ik in gesprek, proberend te overtuigend, naar de deugd, aretes, epimeleisai, te streven. Dus waarom ben ik een goddelijk geschenk? Omdat ik zorg niet voor mezelf, ik zorg voor de anderen, zonder enig gewin, zonder enige betaling. En probeer ik dus iedereen te overtuigen dat ze naar de deugd moeten streven, dat ze betere mensen moeten worden. Dat peitonta is een participium, weer een accusatief is mannelijk enkelvoud, net zoals dat prosionta. En dan congrueert nog steeds met dat eme, dat in die dus ACI-achtige constructie staat. Gaan verder. En als ik enigszins die accusativus respectus in enig opzicht apelauon profijt heb gehad, had gehad van die zaken, namelijk van mijn gedrag en het feit dat ik iedereen dus probeer te overtuigen dat ze naar de deugd moeten streven. En parekeleuomen, dat is een eerste persoon enkelvoud, imperfecte medium van parakeleuomai. En dat betekent, en ik die dingen aanmoedigde, tauta parekeleuomen, dat aanmoedigen, namelijk naar de deugd te streven. Dat is dus waar Tauta naar verwijst. Lambanon mistrom, ja, pakkend letterlijk, terwijl ik ontving een vergoeding. An eikon, dat is een an met indicatives, imperfectum, dus het is een irrealis van het heden. Zou hebben, zou ik hebben enig verstand, en hier vertaalt dat vrij, zou er enige logica in mijn gedrag hebben gezeten. Dus als ik dit allemaal voor geld had gedaan, dan is het wel oké, ja, dat is wel te begrijpelijk dat iemand dat doet. Dan heeft hij enige winst, maar zoals het hier staat, hij is onbezoldigd, hij wordt niet betaald. Maar nu
Zien jullie dat ook zelf? Orate, het is gewoon een indicativus presens van het werkwoord oraal. En de epsilon van als tussenklinker is samengetrokken met de alfa van de stam. En dat er een samentrekking kun je dat zien aan die circumflexus op de alfa. Maar nu zien jullie dat ook zelf, dat de aanklagers, hoi categorie, dat hoewel komt uiteraard uit het participium, beschuldiging uitend, aanklagend, nou dat zit hetzelfde stam in, hoewel houden we in de literaire, in de mooiere vertaling van dat participium, hoewel zij beschuldiging uiten. Talla panta. Talla, hier zie je dat ta alla, dat is samengesmolten. Het is een krasis en dan zie je de coronis, dat is een soort spiritus, maar dan overwegen een woord. Nou, talla panta, wat alle andere punten betreft, dus accusativus respectus, of van betrekking, zo schaamteloos, niet oionte egenonto. Egenonto, gignomai vaak vertalen alsof het de eimi zou zijn. Oionte egenonto, oios de eimi is een vaste uitdrukking, in staat zijn. Niet in staat waren, dit is indicativus auristus van gignomai. Dit schaamteloos te beweren, infinitivus auristus. Wat is dit? Nou, dat ik uit ben op gewin. Dus ze hebben van alles verzonnen, maar ze hebben niet kunnen verzinnen dat ik dat voor geld doe. En staat uiteraard, hoe kun je een beschuldiging eigenlijk nou kracht geven? Paraschomenoi, participium auristus van par echo, naar voren schuivend, martura, wordt martelaar, komt in het Nederlands daar vandaan, van dit woord, dat betekent gewoon getuige, hoewel martelaar voor ons is altijd bloedgetuige gaan betekenen, vanwege het begrip martelaars die in eerst het christendom en dan vervolgens ook de islam gebruikt. Maar martura betekent gewoon een getuige, door een getuige naar voren te brengen. Dat ik ooit enige winst, enige vergoeding, of heb gekregen, of heb gevraagd. En hier zijn beide indicatives auristus. Nou, dit is medium, dit is actief, dit is van het werkwoord aiteo. De alfa is door de augment lang geworden en is een eta met een iota subscript geworden. Dus van alles ben ik beschuldigd, behalve van het feit dat ik dit deed voor geld. Want, denk ik, hoor mij tussen twee komma's. Ik breng naar voren als afdoende getuige, of je kunt het ook vrij vertalen zoals hier, want dat ikanon aan het begin van de zin krijgt natuurlijk wel meer nadruk. Het is afdoende, maar congrueert uiteraard met ton martyra, dat ik spreek de waarheid, ware dingen. Namelijk, wat is het getuige, de getuige die jij naar voren brengt? Mijn armoede. Nou, als ik heel veel geld zou hebben, dan zou je kunnen afvragen waar komt dat vandaan. Maar ik ben arm. Goed, dat is het laatste stukje dat jullie moeten voorbereiden voor de toets. Dus hier houdt het filmpje wel op. Het is nogal lang geworden, maar ik heb alles in één enig filmpje gezet. Succes met leren! Hoe van allemaal?